Hoe kom je erachter waaraan iemand overleden is? Dit is de Universiteit van Nederland. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Goed dat jullie er allemaal zijn. En neem dat gerust letterlijk, want dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend, hè, dat jullie er allemaal zijn. Er gaan jaarlijks ongeveer tussen de 130 en 150.000 mensen dood. En dat kan heel erg plotseling en onverwachts gebeuren. En dat wil ik eigenlijk illustreren aan de hand van een filmpje. Kijk even mee. Dit is een voetbalwedstrijd uit 1993. En hier maakt deze aanvaller, Miklos Feher, maakt een wat lullige overtreding om tijd te rekken. En daarvoor krijgt hij een gele kaart. En dan loopt hij wat lachend en gelaten loopt hij weg. En op dat moment is alles nog in orde. Maar dan steunt hij ineens met zijn handen op zijn knieën. En dan wordt zijn lichaamstaal wat anders. Hij valt volledig hypotoon achterover. En op dat moment heeft Miklos Feher, 24 jaar oud, geen hartactie meer. Reanimeren geeft geen soelaas. Teamleden ontredderd achter. Miklos Feher is dood. Plotseling en onverwacht. De grote vraag die natuurlijk bij iedereen op zo'n moment naar voren komt is, wat is hier eigenlijk gebeurd? Nou, daar gaan we in het komende college over praten. We gaan kijken hoe je er eigenlijk achterkomt waaraan iemand is overleden. Nou, om zo'n onderzoek te doen hebben we natuurlijk één essentieel onderdeel nodig, dat is een lijk. Nou, in Nederland zijn er dus aardig wat lijken, ongeveer 400 per dag. En als er iemand overlijdt, dan moet daar een arts bij komen. En die arts heeft in essentie twee taken. Allereerst vult hij een doodsverklaring in. Dat betekent dat de gemeente ook weet dat die persoon daadwerkelijk overleden is. Dan hoeft hij geen belasting meer te betalen en geen oproep voor de verkiezingen te krijgen. En daarnaast doet de arts iets wat eigenlijk voor ons als gemeenschap misschien nog wel belangrijker is. Namelijk, hij moet de doodsoorzaak opgeven. Die doodsoorzaak die gaat niet naar de gemeente, die gaat naar het Centraal Bureau voor de Statistiek. En het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat bestond vroeger nog niet, maar deze statistiek, de doodsoorzakenstatistiek, wordt al heel lang verzameld. Al sinds de tweede helft van de 19e eeuw wordt er centraal vastgelegd waar mensen aan overlijden in Nederland. Dat is namelijk belangrijk voor een overheid om te weten, want dan kunnen ze daar gezondheidszorgbeleid op maken. Nou, waar en hoe vult zo'n arts dat doodsoorzaakformulier in? Nou, dat doet hij eigenlijk direct aan het bed van de overledene. En wat vult hij daar dan in? Nou, dat kan hij eigenlijk invullen wat hij wil. Het is namelijk een vrije tekstvak. Dus daar mag hij alles invullen wat hij wil. En dan op het CBS moet iemand kiezen uit ongeveer 8800 categorieën welke het meeste van toepassing is. Maar ja, wat vul je dan in dat vakje? Iedereen, als je flauw bent, kun je zeggen, ga dood aan zuurstofgebrek. Zuurstofgebrek van de hersenen, zuurstofgebrek van het hart. Maar ja, als je dat allemaal invult, is het natuurlijk geen zinvolle statistiek. En iemand krijgt natuurlijk om een reden zuurstofgebrek. Het sterven is namelijk een proces. En het uiteindelijke sterven heeft dus een oorzaak. Maar die oorzaak is ook weer een gevolg van iets. En zo kun je eeuwig terugredeneren. En eigenlijk als je dus in extremis doorredeneert, zou je ook kunnen zeggen dat geboren worden een doodsoorzaak is. Het is immers iets onvermijdelijks. Maar dat geeft ook geen zinvolle statistiek. Dus wat vullen we in het formulier? Nou, de ziekte die rechtstreeks het overlijden tot gevolg had. Dat is de doodsoorzaak waar we naar op zoek zijn. Nou, zo'n doodsoorzaak is vaak relatief duidelijk, maar er wordt geschat dat ongeveer 20% van de overlijdens plotseling is. Dan is er vaak veel meer onduidelijkheid over de doodsoorzaak. En ook bij de sterfgevallen waarbij het eigenlijk aanvoelt komen, zijn er vaak nog heel veel vragen over. Nou, op zo'n moment kunnen we een onderzoek doen naar de doodsoorzaak. En dat heeft verschillende termen kunnen daarvoor gebruikt worden. Een autopsie, een obductie, een sectie of een lijkopening. Dat zijn allemaal synoniemen voor hetzelfde. Namelijk wat wij eigenlijk noemen een postmortaal diagnostisch onderzoek. We kijken dus na de dood, gaan we alsnog diagnostiek doen op het lichaam van de overledene. Daar is overigens toestemming voor nodig. Want het zonder toestemming doen van een obductie is strafbaar. Ook het doen van een obductie zonder dat u een arts bent is strafbaar. Dat is dus eentje uit de categorie doe dat niet thuis. En die toestemming kan uit verschillende hoeken komen. De overledene zelf, of eigenlijk degene van wie het lichaam is, mag toestemming geven. Dat is vaak een wat problematische kwestie, kunt u zich voorstellen. Dus meestal wordt die keuze gemaakt door de nabestaanden. En als er dan toestemming is, dan kunnen we aan de slag. Er zijn overigens ook momenten denkbaar waarbij helemaal geen toestemming nodig is. Dan kunt u denken aan bijvoorbeeld misdrijven of zaken die de volksgezondheid in hele brede zin aangaan. Bijvoorbeeld bij infectieziekten die we niet goed begrijpen of iets ergens. Dan kunnen er secties gelast worden zonder dat de nabestaanden daar eigenlijk zeggenschap over hebben. Dan wordt het lichaam in beslag genomen. Daar hebben we het nu eigenlijk vandaag niet over.
als er dan een toestemming is, kunnen we uiteindelijk aan de slag. Dat lichaam wordt dan vaak overgedragen naar een afdeling pathologie. Nou, dat is dan dus bij ons. En daarbij beginnen we soms niet eens zelf aan het onderzoek. He, zeker bij mensen die plotseling overlijden, moeten we namelijk rekening houden met dat er eigenlijk van alles gebeurd kan zijn. En dan kan het zijn dat we niet zelf beginnen met het onderzoek, maar dat we bijvoorbeeld eerst het onderzoek uitbesteden aan de afdeling radiologie. Ik heb daar een voorbeeld van meegenomen. Dit is een casus van iemand die op straat is aangetroffen, zonder dat iemand wist wat er aan de hand was. En die man hebben we eerst gescand met een CT-scanner. En dan zie je eigenlijk dat bij de gele pijltjes, zie je dat er in de wervelkolom, hè, we kijken naar het lichaam met het hoofd aan de bovenkant en de benen aan de onderzijde, die blokjes zijn de wervels. En bij de gele pijlen zien we allemaal fracturen, botbreuken. Dat is voor ons natuurlijk enorm zinvol om dat te weten voordat we überhaupt aan het lichaam beginnen. Nou, als dat radiologieonderzoek dan achter de rug is, dan kunnen we zelf met het lichaam aan de slag. Dat lichaam dat wordt dan op de afdeling pathologie op een grote brancard gelegd. En dan beginnen we met een uitwendige schouw. En die uitwendige schouw, dat is een vreselijk gedetailleerd onderzoek. Dat moet eigenlijk zo gedetailleerd mogelijk. Ik zal het demonstreren aan de hand van die pop. We doen dat onderzoek natuurlijk normaal in verticale positie. Maar u begrijpt dat het voor de beeldvorming wat handiger is. We kijken eigenlijk naar alles op het lichaam wat van belang kan zijn. He, dus we kijken niet alleen naar operatielittekens of oude wonden, he, de wat meer voor de hand liggende zaken, maar we kijken ook bijvoorbeeld naar kleur van de ogen, kleur van de huid, positie van de lijkvlekken, of die wegdrukbaar zijn of niet. Het treedt een beetje ver in detail om te vertellen wat dat allemaal vertelt, maar het komt erop neer dat alles aan het lichaam wat eventueel van belang kan zijn, moet eigenlijk genoteerd worden. Dat wordt dan ook vaak gefotografeerd, ingetekend in diagrammen, want we hebben bij zo'n obductie maar één kans. Het moet in één keer goed zijn en je weet nooit wat voor informatie je bijvoorbeeld 3 weken later nog een keer boven tafel krijgt. En dan wil je wel terug kunnen gaan naar je eigen verslag en kunnen zeggen, ja, ik heb dat toen gezien en dat past daar en daarbij. Nou, als we dan klaar zijn met die uitwendige schouw, we hebben dat lichaam helemaal in kaart gebracht, dan gaat het lichaam uiteindelijk open. En dat kan op heel veel verschillende manieren. De meest gebruikelijke manier is dat we eigenlijk een kraagsnede maken. Die heeft om een reden die naam. Die loopt namelijk hier van het ene sleutelbeen naar het andere sleutelbeen over het borstbeen. En dan maken we een lange snede voorlangs tot aan het schaambeen. Dan is het lichaam aan de voorkant eigenlijk open. En hoe we dan de organen bekijken, nou, dat hangt een beetje af van de voorkeur van de patholoog. Het hangt ook een beetje van de vraagstelling af. Hè, waar we naar op zoek zijn, wat bijvoorbeeld radiologie ons al heeft opgeleverd. Je kunt bijvoorbeeld in het lichaam zelf obduceren. Dat betekent dat je de organen eigenlijk op hun plek laat zitten, maar dat je in het lichaam zelf de organen insnijdt en kijkt wat je denkt dat afwijkend is. Je kunt ook het tegenovergestelde doen. Dat is eigenlijk alle organen ineens eruit en op tafel, dan heb je natuurlijk het voordeel dat alles nog netjes aan elkaar vastzit en dat je de relatie onderling goed kunt zien. Nou, als we teruggaan naar onze casus van iemand die een acuut overlijden meemaakt, plotseling doodgaat, dan heeft dat vaak met het hart te maken. Nou, ik heb toevallig een hart meegenomen, een model, om te beginnen. Hè, we bouwen het langzaam op. We hebben hier een anatomisch model van het hart en het hart is natuurlijk een spier. Een belangrijke spier. En ook wel een spier die even aandacht behoeft. Want zoals u hier allemaal zit, elke seconde een slag. Hè? Uw hele leven lang. U staat er niet bij stil, maar het doet het de hele tijd. Nou, er zijn in essentie 2 dingen voor nodig. Namelijk dat de spier zelf structureel goed werkt. En daarmee bedoel ik dat het gelijkmatige samentrekken van die hartspier, dat gaat via elektrische prikkels. En die prikkels moeten goed door dat hart heen geleid worden. Dat gebeurt deels door geleidingsbanen, maar deels ook door de spieren zelf, de spiervezels zelf. En daarom is het heel belangrijk dat die goed op elkaar ingrijpen, dat die architectuur eigenlijk goed is. En die spier heeft natuurlijk zuurstof nodig. Nou, dat zuurstof die komt van de kransslagaders, waarvan we ze hier in het rood zien, we ze hier rondom het hart lopen. Nou, dit is dus een model. Dan is het nu tijd dat ik even een jas aantrek. Zo. Anders dan worden we vies. Dat is ook zoiets. Ja. Pom, 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 pom. Zo. Misschien valt het mee met de plakhanden.
Nou goed, dan gaan we dus nu naar een echt hart kijken. En we beginnen natuurlijk altijd met een normaal hart. Ja, dan kunt u daar even aan wennen. Ik heb hier een hart bij me. Dit zijn overigens allemaal harten van mensen die die organen ter beschikking hebben gesteld. Ik hoop dat u dat begrijpt. Dat ik hier niet als een, nou ja, met illegale dingen bezig ben. We kijken hier naar een normaal geproportioneerd hart. En wat we eigenlijk zien, we hebben hier de linkerkamer en hier de rechterkamer. En we doen eigenlijk bij alle obducties maken we snedes van het hart. Zodat we goed kunnen kijken hoe dat hart er dan uitziet. En het handigst om de werking van het hart te illustreren is om even met plakjes te werken zo. En als we dan naar die plakjes kijken, dan zien we hier de linkerkamer. En we zien hier de rechterkamer. Die linkerkamer is veel steviger, want die moet bloed naar het hele lichaam pompen. En die rechterkamer hoeft alleen naar de longen te pompen. Dit is dus een normaal hart. Een normaal hart met normale kransslagaders en met een normale verhouding van de spiermassa. Het is een structureel normaal hart. Deze patiënt is niet overleden aan een hartaandoening. Als we dan bedenken wat er met Miklos Feher is gebeurd, onze 24-jarige voetballer, en we kijken naar het volgende hart, dan wordt duidelijk dat daar wel degelijk iets aan de hand is. Als we namelijk dit vergelijken met het hart wat we net zagen, dan ziet u dat die spier is totaal anders. We zien dat die linkerkamer, die is veel dikker, met name hier bij het tussenschot. Die rechterkamer zie je er bijna niet eens door. En als we dan het hart openklappen, dan zien we wat een enorme spiermassa daar zit. Nou, die spiermassa en deze hypertrofie, dus die vergroting van de hartspier, is uiteindelijk ook datgene wat Miklos Feher fataal is geworden. We noemen dat een hypertrofische obstructieve cardiomyopathie. Die term mag u overigens direct weer vergeten. Goed, dat is heel zeldzaam. Het is overigens wel belangrijk om te weten dat het erfelijk is. En dus als je een obductie doet op dit soort acute sterfgevallen en je komt hierachter, is dat van essentieel belang voor de nabestaanden. En dan kunnen we daar namelijk screening op doen. Nou, gelukkig is dat heel zeldzaam. Namelijk de meest voorkomende oorzaak van cardiaal overlijden, en u weet dat vast van de statistieken, is een hartaanval. Daar heb ik ook een hart van meegenomen. En met een hartaanval bedoel ik dan een hartaanval zoals in het publieke spraakgebruik, namelijk zuurstoftekort van het hart. Nou, hoe we erachter komen dat iemand dat heeft, kunnen we het beste beginnen met een röntgenfoto van het hart. Dit heet een zogeheten postmortale angiografie. Dan spuiten we contrastvloeistof in de kransslagaders die het bloed van zuurstof voorzien. En dan zien we aan de ene kant een rechter kransslagader. We zien een aftakking van de linker kransslagader. En aan de voorkant hoort ook zo'n dikke witte lijn te lopen, een kransslagader. Maar dat doet hij niet. Daar zit dus een stop in die kransslagader. Het zou dus kunnen zijn dat daar een prop zit, waardoor de voorkant van het hart geen bloed meer krijgt. En als we dan het hart bewerken en we doen daar een enzymkleuring op, waarbij het gezonde hartweefsel paars is en het ongezonde weefsel niet aankleurt, dan zien we dat de voorzijde van de linkerkamer inderdaad ontkleurd is. Dat is het stroomgebied van die kransslagader. En dus het is heel aannemelijk dat die persoon inderdaad overleden is door een afsluiting van die kransslagader. En als we dan naar dat hart kijken, dit is een hart dat eventueel daarbij zou kunnen passen, dan zien we hier de kransslagader. Die is hier uitgeprepareerd. En dan kijken we zo daarin. Ja, u ziet dat misschien. Dan zien we dat daar een donker puntje in zit, in die kransslagader. En dat is dus een bloedprop. Die patiënt is dus overleden aan een afsluiting van zijn kransslagader, een acuut myocardinfarct. Nou goed, zo, op de manier zoals we zo naar het hart kijken, kijken we eigenlijk naar alle organen. Het reikt wat ver misschien om dat hier allemaal op het podium te doen. Maar goed, we kijken dus minutieus naar al die organen. En dan zijn we vaak nog niet eens klaar. Want als we dingen met het blote oog zien, dat is mooi. Maar eerst deze even uit. Leggen we daar even neer. Dingen met het blote oog zien is mooi, maar we moeten het ook bewijzen. En heel veel dingen kunnen met het blote oog hetzelfde uitzien, maar zien er onder de microscoop heel anders uit. En daarom is het belangrijk dat we van alle afwijkingen die we zien ook kleine stukjes uitnemen. En die bekijken we onder de microscoop. Ik heb hier een doos meegenomen met koepers. En dit is één sectie. En u ziet wat een glaswinkel dat is. Dan doen we weefsel in zulke bakjes.
zijn niet zo groot. En het is heel belangrijk dat je van de goede stukjes weefsel neemt. En dat wordt dan verwerkt tot dit soort coupes. We kijken hier bijvoorbeeld naar een stukje hartweefsel, een stukje longweefsel, een stukje nierweefsel. En al die coupes worden ook bekeken. En dan hopen we daarmee onze macroscopische bevindingen, dus de bevindingen met het blote oog, te bevestigen. Als we die weefsels hebben afgenomen, dan gaat het lichaam weer dicht. Dat gebeurt heel netjes. Iemand kan na een obductie prima opgebaard worden. En daar zie je eigenlijk helemaal niets meer van. Nou, soms kan het zijn dat we na die hele rit eigenlijk helemaal niets vinden. Althans niet dat wij niks vinden. En op zo'n moment is het belangrijk om te beseffen dat wij als pathologie ook helemaal niet de wijsheid in pacht hebben. Er zijn dingen die wij nou eenmaal niet goed kunnen zien. Mensen die overlijden door bijvoorbeeld verdrinking of verstikking. Bepaalde vergiftigingen zijn heel moeilijk op te sporen. Er zijn mensen die epilepsie hebben die plotseling overlijden. Het is voor ons als pathologen heel moeilijk om daar een doodsoorzaak bij vast te stellen. Nou, waarom getroosten we ons al die moeite om die doodsoorzaak eigenlijk te vinden? Zeker als je beseft dat er helemaal geen financiering voor is. U denkt, de gezondheidszorg in Nederland is goed geregeld, dat klopt. Maar uw zorgverzekering stopt acuut op het moment dat u overlijdt. Dan bent u niet meer verzekerd. En het doodsoorzaakonderzoek in Nederland wordt dus ook niet vergoed. Niet door de overheid, niet door de zorgverzekeraar, niets. Dat is eigenlijk een gift van het ziekenhuis, zullen we maar zeggen, aan de Nederlandse samenleving. En dat is omdat wij dat wel heel belangrijk vinden, voor nabestaanden. Het is belangrijk voor nabestaanden dat ze goed antwoord hebben op de vragen die zij nog hebben als iemand is overleden. Voor de rouwverwerking is dat essentieel. Maar ook bijvoorbeeld voor artsen, om te leren van een moeilijk klinisch ziektebeeld. Dat ze begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is geweest bij zo iemand. Voor het opsporen van erfelijke afwijkingen is het heel belangrijk. En op een groter plan kun je ook zeggen van het is belangrijk om de kwaliteit van gezondheidszorg op niveau te houden. Kijken of we diagnoses missen. Of we misschien dingen anders moeten doen. En ook de geneeskunde zelf profiteert ervan, want we kunnen het natuurlijke beloop van ziektes die we nog niet goed begrijpen zien. Obducties zijn dus nog steeds heel erg relevant. U staat er misschien niet bij stil, maar technisch zijn we zover, MRI, CT-scan, echo, u noemt het maar. Maar nog steeds worden bij 50% van de obducties nieuwe bevindingen gevonden. Bij 20% van de obducties wordt duidelijk dat er tenminste één foute diagnose is gesteld. En bij 10% van de obducties worden afwijkingen gevonden die een belangrijke consequentie hadden kunnen hebben voor de behandeling van de patiënt. Dus het is heel belangrijk dat we dat zelfs nu nog blijven doen. Nou, u weet nu dus dat het doen van een obductie eigenlijk een essentieel onderdeel is van de gezondheidszorg aan zich. En voor de vragen die leven bij nabestaanden. En hoe je er nou eigenlijk achter komt, uiteindelijk is het een kwestie van goed opletten, van binnen kijken, van buiten kijken, overleggen met de juiste mensen. En dan kom je er eigenlijk altijd wel uit. Nou, voor andere belangwekkende vragen of antwoorden op vragen over de dood kun je natuurlijk naar een van de andere colleges kijken in deze serie. Dank jullie wel.